Als ik thuis ben ook, weet je, dan zie ik mijn kindje zo en dan denk ik bij me eigenlijk van ja, ieder kind verdient eigenlijk geluk. En dan zit je wel eens aan die kinderen te denken die dan geen pakje krijgen. En ja, Jake belde mij ook op en die zei van joh, we kunnen een keer wat doen voor een goed doel. Wist je dat veel gezinnen geen geld hebben om Sinterklaas cadeaus te kopen? Met Sint voor Iedereen gaat Den Haag FM deze families helpen door van maandag 19 tot en met vrijdag 24 november cadeaus in te zamelen. Artiestenmanager Jake Hampel en realityster Michael van der Plas zijn alvast begonnen met het verzamelen van speelgoed. Ja, tuurlijk, je gunt het ieder kind toch? Ik bedoel, ja, waarom niet? Als ik thuis ben ook, weet je, dan zie ik mijn kindje zo en dan denk ik bij me eigenlijk van ja, ieder kind verdient eigenlijk geluk. En dan zit je wel eens aan die kinderen te denken die dan geen pakje krijgen. En ja, Jake belde mij ook op en die zei van joh, we kunnen een keer wat doen voor een goed doel. Ja, ieder kind verdient een leuke cent. En ieder kind heeft recht op feestdagen. En ouders die het dan niet hebben, die moeten zich een keer niet bezwaard voelen om te kunnen zeggen ja, we doen er niet aan. Nou, heel mooi en super dat jullie natuurlijk meewerken. Wat gaan we vandaag precies doen? We gaan gewoon naar binnen en we kijken gewoon wat er staat en gaan de pallet volgooien. En dat toch ieder kind met Sint gewoon een pakje krijgt. Nee, maar Bas, we gaan beginnen. Moeten we beginnen met een doorging? Nee, daar had hij. Dat begon hij ook. Ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik zie die portemonnee en ik heb toch heel graag dat die leeg gaat. Ja, Bas, ik begrijp het. Dus als je... mag ik zo brutaal zijn dat ik het erbij zet? Stapel jij het maar bij, Bas. Ik krijg ook nog de frozen afdeling, hè? Ja, frozen moeten we niet vergeten. Kom maar. Als het me niet omvalt. Rustig al. Ja, kom maar. Ook de groothandel heeft nog een verrassing. Ja, je ziet de pallet net staan. Ik denk dat ik het minste wat ik kan doen is ook zo'nzelfde pallet gaan maken. En ook aan Sint voor Iedereen gaan geven. Zo, dat is te gek. Dus we krijgen gewoon een verdubbeling. Daar komt het wel op neer. Ja. Gewoon ook een goede pallet vol met speelgoed. Dus, held. We gaan er gewoon een hele gave actie voor maken. En hopen dat iedereen het opvolgt. Want er is nog veel meer speelgoed welkom. Wil jij ook een cadeau doneren? Kom dan 19 tot en met 24 november langs in het Parkrood Café aan de Nobelstraat.